Alles start met een idee, maar dan volgt het werkelijke maken. Jikke begint altijd met kleine schetsen in klei of was, om de houding van het beeld en de verhoudingen af te tasten. Want ieder mens heeft zo zijn eigen verhoudingen, maatvoering en logica. Als ze een gevoel bij de schetsen heeft, zoekt ze de menselijke modellen die daarbij passen. Voor George Maduro had ze zowel een volwassen als een jong persoon nodig. Vervolgens bouwt Jikke een armatuur van ijzer. Klei blijft immers niet vanzelf staan. Het bouwen van dit armatuur is een zorgvuldig, zwaar en spannend werk. Met name de detaillering van polsen, armen en nek is belangrijk en luistert erg nauw. Als het armatuur staat, volgen de kruishoutjes die de klei op zijn plek houden. Zonder de houtjes stort de klei alsnog naar beneden. Tijdens het werken met klei is het van belang dat het geheel vochtig blijft, omdat de klei anders onwerkbaar hard wordt en van het armatuur afbreekt. Als het beeld in klei klaar is, volgt het proces van mallen maken, wasmodellen gieten, invormen en het gieten van het definitieve beeld, in dit geval in lood. Voorbeelden van lode beelden staan in het Rijksmuseum, maar er zijn geen schriftelijke verslagen van het cire perdu proces waarmee deze beelden zijn gerealiseerd. We weten dus eigenlijk niet hoe men dit ooit heeft gedaan. Toch heeft het klokkengietbedrijf IJsbouts het aangedurfd dit proces voor het eerst sinds 150 jaar weer uit te voeren. Het wasmodel moet secuur afgewerkt worden, want het lode beeld wordt een exacte kopie van het wasmodel. Het wasmodel wordt omgevormd in een mengsel van gravel en gips en vervolgens uitgestookt. De restruimte die zo ontstaat, wordt volgegoten met vloeibaar lood. Na het uitbikken volgt het afwerken. De verschillende gietstukken worden in elkaar gezet en het beeld kan geplaatst worden.